De eerste repatriatievlucht van Surinaamse ingezetenen uit Nederland is succesvol verlopen. Op maandag 20 april 2020 keerden ruim 230 Surinamers terug naar huis nadat zij in Nederland gestrand waren door de sluiting van het internationale luchtruim vanwege COVID-19. Kolonel Jerry Slijngaard van het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing, tevens lid van het Nationaal COVID-19 Management Team, gaat nader in op deze operatie. Inderdaad hebben wij eergisteren de eerste repatriatievlucht gehad vanuit Nederland. En ik moet zeggen dat we als NCCR reeds, een paar weken bezig zijn geweest met ons voor te bereiden op de ontvangst van deze mensen. Een van de grote problemen die we voorzagen was dat we geschikte quarantaineruimtes voor de mensen zouden moeten hebben. En dat is trouwens ook een opdracht geweest van de president, dat zolang wij niet over voldoende quarantaineplaatsen beschikken en alle zaken aanwezig zijn, dat wij dus de repatriatievlucht niet zouden moeten uitvoeren. Nou, toen wij alles op een rijtje hadden en alle actoren die waren er zeker van dat zij alles in place hadden, is toen het groen licht gegeven voor de repatriatievlucht. In eerste aanleg 200 mensen, maar dat is uiteindelijk aangegroeid en aangezwollen tot 235 mensen. En aan boord waren er dus 232 repatrianten en 3 artsen die zijn dus ook meegekomen. Waarvan dus, ik dacht, 2 terug zijn gegaan naar Nederland. Nou, deze mensen zijn dus toen in elk geval richting Suriname vertrokken. De berichten die ik heb gehad vanuit Nederland Schiphol, die zijn heel positief geweest. Mensen hebben zich heel erg goed gehouden aan de afspraken die we hebben gemaakt. Aan de onderlinge tussenruimte. Het was ook te zien op foto's en kleine filmpjes die zijn gestuurd. Het instappen, zaken in het vliegtuig, die zijn ook precies gegaan zoals was afgesproken. En natuurlijk hier bij de landing hebben wij ook gezien dat de mensen zich daadwerkelijk zouden kunnen houden aan, of hebben gehouden aan de afspraken en de voorschriften die zijn gegeven. De afhandeling op Zanderij heeft een heel vlot verloop gehad wat mij betreft. Zowel Port Health, de mensen van BOG, mensen van Volksgezondheid, de immigratiedienst, de militaire politie en daarna dus NCCR, DNV, die hebben allemaal heel erg goed ingespeeld op elkaar. Er was een constante afstemming en het heeft heel goed uitgepakt. We hebben hele goede begeleiding gehad van de politie richting Kamer van Koophandel. En daarna is dus de separatie geweest waarbij de mensen dus naar hun respectievelijke quarantaineruimtes zijn verplaatst. Vanmorgen hebben wij alle koffers bij de mensen, of tenminste zijn de koffers afgehandeld en zijn de koffers bij de mensen in de kamer gekomen. En ik moet zeggen dat zij die dus de koffers, sommige mensen hebben veel koffers, 2 koffers, misschien 3. Wanneer zij dus zeggen van luister, ik heb te veel koffers, dat die koffers dan worden verzameld en ze dus naar de familie zullen worden overgedragen. Het ene en ander is nog gaande. Ik moet zeggen dat de ervaring ons heeft geleerd dat wij hele prettige samenwerking hebben gehad. Ook met de mensen die zijn gerepatrieerd. Dus ik heet ze van harte welkom weer in Suriname. En laten we dat nog zo vasthouden. Er zijn nog een paar dagen. Volgens mij nog 11 dagen moeten ze in quarantaine. En ik denk dat als we allemaal goed met elkaar samenwerken, dat die periode snel voorbij is. En we hopen dat niemand ziek wordt, zodat iedereen terug kan gaan naar huis. Deze periode van 14 dagen in quarantaine, kolonel. Er zijn toch familieleden die zeggen van, maar ook al is het op afstand, wil ik mijn nichtje, mijn neef, mijn oom toch wel even zien. Mag dat? Ja, dat mag zeker. Kijk, de mensen zijn geen gevangenen. En we blijven het zeggen. De mensen zijn voorlopig een beetje afgezonderd vanwege het feit dat wij het risico als Suriname niet willen lopen. Dat iemand die mogelijkerwijs besmet zou kunnen zijn, vrij in de samenleving rondloopt en anderen besmet. Dat is dus die regeling die nu wordt getroffen. Maar uiteraard rekening houden met distancing, rekening houden met alle regels die door Volksgezondheid zijn aangegeven en die door de diverse diensten zijn aangegeven.
is het, net, het zou gek zijn als je je familie hebt en je zou die persoon niet, die op een balkon staat, niet even groeten. Ja, dus ik denk wel dat dat is op zich geen probleem. Wat verder ook geen probleem is, is als mensen bij wijze van spreken eten zouden willen krijgen of drinken zouden willen krijgen. Of weet je, dus er is daar een speciale window voor gemaakt tussen 12 en 1. En ik dacht in de middaguren ook, vergeef me even de tijd hoor, omdat ik dat niet zo goed uit het hoofd ken. Maar die logistieke voorzieningen zijn getroffen. Er is in de diverse locaties zijn er medici, continu. Eenmaal 24 uur hebben we medici aanwezig. De arts die gaat in principe elke dag langs de diverse plaatsen. Zodat hij op afspraak, dan wel als er iemand ontdekt wordt die eventueel verschijnselen vertoont, dat hij die persoon direct kan checken en een test kan doen van deze mensen. Dus ik denk dat alles goed in elkaar zit. Ik denk dat als de mensen zich daadwerkelijk houden aan alle regels, dat wij een hele goede tijd met elkaar omgaan. Behalve dat de repatrianten voeding en drank kunnen ontvangen, mogen ontvangen van familieleden of vrienden, wordt er voor hun ook gezorgd 3 maal daags in die quarantaineperiode? Ja, dus vanuit de overheid. Ik heb het eerder al gezegd dat de overheid dus de verzorging op zich neemt van deze mensen. Het zou natuurlijk wel prettig zijn als je bijvoorbeeld voeding van huis krijgt, dat je het meldt van tevoren aan de mensen die daar dus de leiding hebben, zodat dan de voeding die gepland is voor jou dan niet meer besteld wordt. Want het heeft geen zin om te vermorsen. Ja toch? En als je dus voeding krijgt of je krijgt drinken en je zegt van ik heb het niet nodig vandaag of ik heb het niet nodig morgen, dan zou het goed zijn als het kan worden gemeld, zodat die voeding dan niet wordt besteld. Dus dat is, dat geef ik gewoon mee aan de mensen. Het zou zonde zijn om dat dus zo te doen. Maar nogmaals, bij het overhandigen van voeding, et cetera, zal je niet in contact komen met de mensen zelf. Weet je, er is een voorziening voor getroffen. De voeding wordt op een speciale plaats, het wordt door iemand van ons, van die in de quarantaineruimtes aanwezig is, wordt die voeding ontvangen. En het wordt dus daarna afgeleverd bij de persoon van wie de voeding is. En van wie, whatever thing is, toch? Als er tabletten moeten zijn of als er, iemand wil bijvoorbeeld een iPad hebben, dan wordt die iPad aangeleverd, et cetera. Dus dat soort interactie zal er wel plaatsvinden. Alleen mag je geen fysiek contact met de mensen hebben. Dus de maatregelen en de regels die blijven hoog in het vaandel? Ja, ik denk dat het goed is. Ik denk dat we een hele goede track record hebben op dit moment. Om de mensen dus vanwege de physical distancing, zoals eigenlijk het nieuwe woord is, niet meer social distancing, maar physical distancing. Om dat te blijven vasthouden. U heeft zelf gezien dat we voorzorgsmaatregelen hebben getroffen en de mensen zijn met een mondkap gekomen. Onze mensen die daar werken, die werken met een schort of die werken met mondkappen, et cetera. Weet je, dus we willen niets aan het toeval overlaten dat mensen de ziekte overbrengen. En voor de rest zeg ik, wanneer wij als Suriname ons kunnen blijven houden aan deze regels, dan denk ik dat wij in elk geval daadwerkelijk COVID-19 goed kunnen containen en de situatie zo kunnen blijven houden. Is Suriname ready voor de volgende repatrianten die nog moeten komen? Nou, we hebben natuurlijk geleerd uit wat we nu hebben gezien. Mijn persoonlijke mening, en dat hou ik echt op een persoonlijke mening, is dat 235 te veel is. Ik denk dat wij naar ietsje minder moeten gaan. Maar daarover, ik ben niet alleen de persoon die daarover besluit. Ik denk dat als het gaat om repatriatie, vluchten, dat we moeten kijken naar waar worden de mensen geplaatst. De quarantaineruimte, zijn ze reeds goedgekeurd door volksgezondheid, et cetera. We hebben voldoende quarantaineruimtes. Er zijn andere repatriatievluchten uit de regio die ook zullen moeten komen naar Suriname. Dus ik denk dat een goede afweging zoals we het tot nu toe hebben gedaan, van alle zaken die in place moeten zijn, alvorens het besluit wordt genomen dat er een repatriatievlucht komt, en hoeveel zal dat mogen zijn. En ik denk dat die afweging, dat wordt continu onder de diverse actoren met elkaar besproken. En wanneer de tijd zover is, dan gaan natuurlijk berichten hierover uitkomen.